Dad, are we gonna fire any more? That's it. Watch it burn. 15-second first heat. That car seems to fucking explode, man. Damn. Yeah, I'm standing here. You probably see that smoke by now.
geluid van de kogels die dan om je oren vliegen is toch wel erg raar om dat een keertje mee te maken. Het boordenteam ging eruit richting de Douw. Naarmate zij dichterbij kwamen, werd er op hun gevuurd door de piraten. Wij als sniperteam zagen dit en hebben gereageerd op hun door middel van gericht vuur en de dekkingsvuur. Wat nieuw was tijdens de actie op 2 april 2011 was dat de piraten voor het eerst een andere tactiek gebruikten. Waar ze voorheen heel snel overgingen tot het bedreigen van gegijzelde bemanningsleden, hebben ze nu een hinderlaag gelegd en hebben ze daadwerkelijk geschoten op onze RIPS, dus onze bemanning, maar ook op Hare Majesteits Tromp zelf. Wat er ook bij kwam kijken, en dat was omdat we vlak bij de kust opereerden, is dat ze gebruik hebben gemaakt van een van de gekaapte motorschepen, om ook die te betrekken bij de aanval op ons. Dat was nieuw. Dat betekent dat de piraten tactieken zich verharden. Zo was het dus noodzakelijk om direct terug te vuren op de piraten. En zo was het ook noodzakelijk om schoten voor de boeg met de high explosives, dus met hoog explosieve granaten van ons kanon, voor de boeg te schieten van het motorschip dat de piraten te hulp wilde komen. We hebben 16 piraten kunnen aanhouden. Helaas zijn er 2 piraten bij overleden en natuurlijk hebben we 16 gegijzelde Iraanse bemanningsleden kunnen bevrijden. En de Douw hebben we kunnen zekerstellen, waardoor de Douw niet meer verder gebruikt kon worden als moederschip voor het kapen van andere grote koopvaardijschepen. Al met al een stukje inzet waar we als marine voor zijn, het voorkomen van verdere piraterij hier in de Somalische wateren. Hey, I saw this.
the little one. That is the big one. That's the big one. That's the big one? That's the big one. Give me a pair of binos. Here, chief. They're shooting back. Yeah. Ooh, hit it! Direct hit! Cease fire! They jumped overboard! Down. A tracer round just nailed it. Right full runner! All hands to starboard side. All hands to full runner, turn around. As soon as we turn around, you want starboard side to shoot.今、衝突しました。今、本船の左舷後方に、SI号が 乗り込もうとしています。現在ネットに引っかかって乗り込もうとしています。何かしようとしております。これは何でしょうか。何を、何か詰まるを投げて乗り込もうとしている状況です。非常に危険な状態です。 はい、衝突します。はい、スティーバーインに体当たりしました。 はい、AG号よりレーザー光線発信、レーザービーム発信しております。 はい、またレーザー光線、レーザー機器の50秒、本線も、4月6日、仙台時刻、丸6時44分。 新町線の AT ガイドも実行中です。AT ガイドもフロートの前
イヤーロープのようなものを曳航しながら石丸のサレンダーを前に出ていきます。God. Wow. They hit it? Yeah, they hit it. So, did they? I think so. I fucking blew my mouth. の前へ出てきまして接触しました。はい、本線の、航行を邪魔しまして AG 号を接触、AG 号を横切ろうとしまして。